In deze aflevering Iders Bersiap plus Sultan Sharir in 1945. Podcast over de Bersiap, aflevering 2. Iders Bersiap. De vorige keer gingen mijn zus en ik naar wat er binnen onze familie bekend was over de Bersiap en over de moordpartij op de hele familie van de tante en oom van onze vader. Zoals dat onze oud-oom levend was begraven. In deze tweede aflevering zoeken we naar externe informatie op het internet en in de sociale media over deze twee onderwerpen. Elk jaar ga ik met mijn zus en met vrienden naar de Passermalm in Groningen. Een gezellig uitje. Daar kocht ik een boek waar ik al eerder over had gehoord. Kura van Lau Lansing. Thuis blader ik het door en pas toen ontdekte ik de naam van een van onze ooms op een bladzijde. Oom Carl Richard, naar wie ik vernoemd was en die door de Japanners standrechtelijk was geëxecuteerd. Ik keek achterin en ontdekte een lijst van namen. Daar werden maar liefst 4 van mijn ooms genoemd. Eén had de oorlog overleefd, dat was oom Eugène. De andere ooms waren Carl Richard en Gerard Ludwig, beide doodgeschoten. En Hugo Freddy, de jongste oom, die was onthoofd met een samuraizwaard door de Japanse militaire dienst Kempeitai. De jongste is amper 20 geworden. De andere, gestorven of in zee verdwenen ooms en onze oma, werden niet genoemd. ...17 augustus. De jonge Pemuda's ontvoerden Sukarno en Hatta en dwongen hen om de onafhankelijkheid uit te roepen. Gespannen en gefascineerd bladerde ik naar de opgegeven pagina's. En daar las ik redelijk gedetailleerd hoe onze ooms gemarteld en of vermoord werden. Vervolgens zag ik een verwijzing naar andere familienaam. Van Michel, dat was de meisjesnaam van mijn oma van vaders kant, die in Padang vlak na de oorlog werd vermoord. In het boek staan de familienamen Wijsheier, Scheffer en Kretser. De zus van mijn oma was getrouwd met een Wijsheier. Haar kinderen waren getrouwd met een Scheffer en een Kretser. Ik weet niet hoeveel het er precies waren, maar allemaal werden ze op één nacht door woedende Indonesiërs vermoord, ook de kleine kinderen. Wilhelmina Cornelia van Michel was getrouwd met Willem Wijsheier. Ze kregen 3 kinderen, Elisa, Wilhelmina en Henry die 14 was in 1945. Dochter Elise trouwde met Frederik Kretser. Ze kregen 5 kinderen. In 1945 waren die tussen de 13 en 5 jaar oud. Dochter Wilhelmina trouwde met ene Scheffer. Zij kregen 3 kinderen. In 1945 waren die tussen de 5 en 2 jaar oud. Deze hele familie. Tante en oom en hun kinderen, echtgenoten en kleinkinderen, ik tel er 15, moest herstellen van hun ernstige verwaarlozing in de Japanse concentratiekampen. Deze hele familie heeft 20 november 1945 als sterfdatum, hun sterfdatum, de dag
waarop ze werden gevonden. Volgens het boek Cura vond de overval en moordpartij in Padang plaats in de avond van 18 november. Onze ouders verzwegen grotendeels deze Bersiap-gruwelen. Alleen onze zus Maya heeft doorgevraagd en opgeschreven wat onze ouders haar vertelden. Dat was te horen in de vorige aflevering. Margreet, de vrouw van Martin, kleinzoon van onze vermoorde oom Richard, deed onderzoek naar de familie. Zij interviewde haar schoonmoeder Hetty, dochter van oom Richard, en legde dit vast op papier. We lezen een stukje voor. Hetty's moeder had zich 4 jaar goed gehouden. In het kamp ondernam ze van alles. Maar na de bevrijding kreeg ze een inzinking en ze werd weggebracht naar een militair hospitaal in Padang. Waarschijnlijk omdat ze begreep dat haar man niet meer terugkwam. We gingen op een gegeven moment ook naar Padang. Ook daar moesten we in een kamp verblijven. Maar nu om ons te beschermen tegen de Indonesiërs. Als we onze moeder gingen bezoeken, deden we dat op de bodem van een Rode Kruiswagen, zodat de Indonesiërs ons niet zouden herkennen. Mijn moeder werd gelukkig weer beter. Officieel hoorden we pas op Java dat onze vader dood was. Margreet ontdekte ook het archief van Tranen, een website waarop originele documenten uit de Bersiap-tijd digitaal worden gedeeld. Zo ontdekte zij het document van opa Otto, waaruit ik de vorige aflevering heb voorgelezen. Opa Otto noemt 21 slachtoffers van de moordpartij bij naam. Net als 3 ontsnapte jongeren, Piet Havinga, Johnny Sapoliti en Postma. 4 zijn het eigenlijk. Naast zijn eigen schoonzus en haar familie van 15 personen noemt hij nog 6 andere slachtoffers. Frans Bruinissen, R, Jake en Lydia Apituli en mevrouw en Amalia Sapoliti. Daarnaast noemt hij 2 andere families, Van Lenen en George Wijsheijer, die werden ontvoerd, vermoord. Hun lichamen werden teruggevonden op het strand van Pulau Pisang, een eilandje dat voor de kust van Padang ligt. Over die laatste 2 families kan ik vreemd genoeg geen informatie vinden. Op de website voor oorlogsgraven zie ik dat de andere familieleden wel op een erebegraafplaats liggen. Zij het gespreid in verschillende massagraven. Allen hebben ze dezelfde sterfdatum. 20 november 1945. Niet de datum waarop ze werkelijk waren vermoord, maar die waarop hun lijken werden gevonden in Padang. Toen de Engelsen op het vernemen hiervan een reddingsbrigade uitstuurden, vonden zij de bovengenoemde 21 personen reeds vermoord. Voorts werden 2 andere families, namelijk Van Lenen, de opzichter Sabaluntu, en George Wijsheijer, die eveneens de waarschuwing der Engelsen in de wind hadden geslagen, door de extremisten ontvoerd en werden hun lijken, aantal mij ontschoten, op een dag op het strand van het eiland Pulau Pisang, tegenover Padang gelegen, verminkt teruggevonden. Op welke wijze deze families uitgemoord werden, is tot op heden nog onbekend. Maar George Wijsheijer, opzichter bij de Ombilin steenkoolmijnen, 40 jaar oud toen hij werd vermoord, ligt in een graf buiten de erevelden. Terwijl zijn sterfdatum dezelfde is, 20 november 1945, te Padang. Waarom ligt hij niet bij de anderen? En opa Otto schreef dat het om een familie ging, dus ik neem aan dat George een vrouw en kinderen had. Waar zijn die gebleven? Tot dusver tel ik 16, waarschijnlijk 18 of 19 afgeslachte familieleden. De meisjes die werden verkracht, die werden misbruikt, verkracht, mishandeld en als laatste ook nog zo gruwelijk ook vermoord, maar ook met de Japanners hadden een bepaalde wapen, een soort van spies. Zo'n bamboespeer. Ja, en daar hadden de Indonesiërs hadden daar geleerd mee te vechten.
hadden die Japanners dan ook geleerd. En dat werd dus ook door die dat werd dus ook op die meisjes. En natuurlijk op de andere slachtoffers. Maar bij die meisjes werd het ook vaak eigenlijk ook te gruwelijk om te vertellen. Maar verteld dat ze dat zelfs in een schaamstreek kregen. Werd getorpedeerd, zeg maar. Het Archief van Tranen is ook een documentaire op de Nederlandse tv uitgezonden in 2012. Hierin worden verschillende getuigenverklaringen uit die tijd besproken. Ik heb destijds een tv-documentaire gemaakt over Jack Boer. De man die op 10 november 1945 ruim 2000 ten dode opgeschreven Nederlanders bevrijdde uit de Werfstaatgevangenis in Surabaya. Nou, van zijn weduwe kreeg ik een ordner. En ik weet het nog heel goed. Ze keek mij heel doordringend aan en ze zei tegen mij: Pia, deze ordner is voor jou. Jij weet wel wat jij ermee moet doen. Toen ik thuis kwam, sloeg ik die ordner open en ik wist niet wat ik zag. Bladzijde na bladzijde, officiële documenten van geheime verklaringen van ooggetuigen van moorden op Nederlandse burgers. Moorden gepleegd door Indonesische vrijheidsstrijders. Sommige getuigen waren zelfs nog in leven. De bekende actrice en zangeres Wieteke van Dort, tante Lien, en haar broer worden ook geïnterviewd. Hun vader, een burger, werd in 1945 door nationalisten standrechtelijk geëxecuteerd op straat. En daar zat ik opeens, in de Bersiab-tijd. En mijn moeder rolde mijn broertje en mij in bultzakken, in matrassen. En er werd geschoten door het raam. Het glas viel eruit, dat viel op die bultzakken. En dat heb ik helemaal levensecht meegemaakt. En daarna was ik natuurlijk ontzettend benieuwd bij mijn moeder. Ik vroeg meteen, is dat waar? Is dat waar gebeurd? Ja, ze zei, precies, precies. Nederland, die wou Nederlands-Indië nog niet loslaten. Die wou dus vrede terugbrengen daar en door. Nou, en daar gingen dus de Indonesiërs tegenop. Dus wij werden beschermd door de Jappen. Dat was dus de opdracht van de geallieerden aan de Jappen bij de overgave. Hoe gingen die daarmee om trouwens? Stelden we bitter weinig voor. Onze vader Louis had op zich wel begrip voor de onafhankelijkheidsstrijd. Hij had gemengd bloed, sprak de eerste 5 jaren van zijn leven alleen Maleis en hij kende vooral de Sumatranen goed. Uit eigen ervaring wist Louis hoe onrechtvaardig de koloniale samenleving was. Zijn familie had meer rechten en kansen dan de inlandse volkeren, maar minder dan de blanke Europeanen. Volgens de schrijver Reggie Bai was Nederlands-Indië een maatschappij waarin, volgens menigeen, parvenus de boventoon voerden. Maar Louis had geen begrip voor de Bersiab, voor de etnische bloedbaden die gepleegd werden door stuurloze nationalisten. Sukarno had een machtsvacuüm gecreëerd waarin hij amper invloed had op de extremistische krachten in het land. Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Onze vader had geen begrip voor de verkrachting, verminking en afslachting van tienduizenden weerloze en onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. En zijn familie behoorde tot de slachtoffers. Koen Verbaak zegt op televisie: nadat in augustus 1945 Sukarno de onafhankelijkheid uitriep, stuurde Nederland troepen. Nee, dat klopt niet.
Daar zat nog 2/3 jaar tussen, waarin Indonesiërs massamoorden uitvoerden en Nederlandse troepen geen toestemming kregen van de geallieerden om naar Indië te gaan. Via Facebook ontdekken we My Indo World, de weblog van Ron Genen, die over Indië schrijft. Ron komt zelf van Sumatra, zijn vader komt uit Sabaluntu, waar mijn vaders familie woonde en werkte. Zijn vader werd net als onze ooms, Richard en Eugène, door de Japanners naar het beruchte Mariahuis gebracht en daar gemarteld. Ron woont nu in de buurt van Los Angeles in Amerika. Volgens Ron Genen werden vooral Nederlandse vrouwen en kinderen slachtoffer van de naoorlogse aanvallen door Pemuda's. Daar horen ook de Indiërs bij die gemengd bloed hebben. Zij vormden de middenstand in Nederlands-Indië, zeg maar de middelste kaste, als je het enigszins mag vergelijken met India. Eén artikel van Ron Genen gaat uitgebreid in op de moordpartij door Pemuda's in Padang. Vreemd genoeg schrijft hij dat dit gebeurde in de Jalan Olo, de straat, Olo-straat nummer 27, terwijl Lau Lansing de Belakan Olo als straat vermeldt. Ik google en ontdekt dat Belakan achterdeur of achterweg betekent. De slachtpartij vond vooral plaats achter het huis, daar zou het naar kunnen verwijzen. De datum en namen van de slachtoffers komen verder overeen. Er wordt niet vermeld dat oud-oom Wilhelm levend was begraven. Een van de overlevenden was bevriend met Gerrit Witveen. Dat is een oom van ons. Helaas kunnen we hem er niet over vragen, want hij is al overleden. Wie waren die daders? De Pemuda's, nationalisten, waren met bajonetten bewapend, schrijft Ron Genen. De jongere broer van de overlever Piet Havinga wist dat de overvallers ook op zoek waren naar de sleutels van de Ombilin steenkoolmijnen, waarschijnlijk zodat ze die van de kas konden beroven. Ik correspondeer met Ron Genen om zijn info over mijn familie correct te krijgen. Hij wil aan een geredigeerde versie van zijn artikel gaan werken. Bo Keller heeft Ron Genen geholpen, staat er. Deze veteraan was ook aanwezig toen onze vader en oom in 2018 in Bronbeek postuum werden onderscheiden. Bo Keller heeft de dag na het bloedbad andere families geholpen door ze met de jeep naar veiliger gebieden te rijden. Hij was toen 17 jaar. We spreken met Bo af dat ik hem ga interviewen voor deze podcast. Maar deze dappere veteraan overlijdt aan het begin van het jaar 2021. Ron Genen heeft een dodenlijst die iets afwijkt van die van opa Otto. Ik wil ieder slachtoffer mijn naam noemen en een plek geven. Wilhelmina Cornelia Lien, wijsheer van Michel, geboren 14 augustus 1893, 52 jaar. Wilhelm Wijsheer, 59 jaar, echtgenoot, geboren 17 maart 1886. Christine Deetje van Mossel, 23 jaar, geboren 16 november 1922. Wilhelmina Scheffer-Wijsheer, 26, geboren 25 december 1919. Peggy Joyce Scheffer, 5 jaar, geboren 31 januari 1940. Hanny Scheffer, 4 jaar, geboren 19 februari 1941. Iris Scheffer, 2 jaar, geboren 10 juli 1943. Frederik Pendek-Kretzer, 44 jaar, geboren 15 juni 1901. Elise Georgiana Kretzer, Wijsheer, 32 jaar, geboren 24 juni 1913. Irma Cornelia Kretzer, 13 jaar, geboren 14 februari 1932. Frederik Alexander Kretzer, 9 jaar, geboren 26 augustus 1936. Johnny Ronald Kretzer, 5 jaar, geboren 26 juli 1940. Frans Friedrich Kornout Breinijsen, 25 jaar, geboren 22 november 1920. Ludwig Kretzer, 20 jaar, geboren 15 december 1925. Johanna Apitule, 21, geboren 18 april 1924. Rudolf Theodor Apitule, 18 jaar, geboren 28 maart 1927. Lydia Apitule, 17 jaar, geboren 19 december 1928. Theodor Apitule, 11 jaar, geboren 16 mei 1934. A.M. Sapulete Hittipeu,
35 jaar, geboren in 1910. J.C. Butter van Lenen, 44 jaar, geboren 14 maart 1900. Rudy Vreed, 13 jaar, geboren 5 maart 1932. Henry Alexander Wijsheer, 14 jaar, geboren 11 februari 1931. Er staat een Butten van Lenen op. Is dat een vrouw? En wellicht verwant aan Van Lenen, net als George Wijsheer, opzichter bij de Omwille Steenkoolmijnen? Ik ga het internet op om de naam van Van Lenen verder te onderzoeken, maar vind niets. Wel zie ik foto's en lees dat ook voor 15 augustus 1945 er al aanvallen door Indonesiërs plaatsvonden op Chinezen, Molukkers en Indo's buiten de Jappenkampen. Daar zijn foto's van. Tot in september 1945 waren de aanvallen wel gewelddadig, maar nog niet structureel of massaal. En Sukarno en Hatta, de aanstaande leiders van de republiek, zaten ermee in hun maag. Niet alle Indonesiërs keurden het revolutionair-fascistisch geweld goed. Meerdere Indonesiërs werden daar zelfs het slachtoffer van. De Japanners hadden in 1945 een dubbele rol. Zij hadden in 1943 al de PETA opgericht, een Indonesisch vrijwilligersleger dat zij trainden om bamboesperen en bajonetten te hanteren tegen de geallieerden en de Europeanen. Beide steekwapens hadden de Japanners al vanaf de jaren 30 in China gebruikt om hulpeloze gevangenen en baby's mee te doden. Ook daar zijn foto's van. Eigenlijk is het dus niet vreemd dat de Pemuda's, deels afkomstig van de PETA, die wapens gebruikten om hulpeloze burgers als onze familie mee te doden. En na 15 augustus 1945 moesten diezelfde Japanners hun gevangenen in de kampen beschermen tegen aanvallen van diezelfde bewapende Indonesiërs. Dat was hun dubbele rol. Dan lees ik over de Bersiap-kampen, of Republikeinse kampen. Die werden ook genoemd in de documentaire Archief van Tranen. In deze naoorlogse kampen werden pas bevrijde Europese en Indische gevangenen door de Indonesiërs opnieuw gevangen gezet, deels voor hun eigen veiligheid. 46.000 mensen werden op deze manier geïnterneerd. Trouwens, ook Britse en Japanse militairen werden door Pemuda's aangevallen, omdat die de Nederlandse burgers beschermden. Lau Lansing schrijft in zijn boek Kura over vermiste en vermoorde Britse militairen in Padang 2 weken nadat de moorden in de Jalan Olo hadden plaatsgevonden. Het grootste geweld begon in Surabaya, waar de Republikeinse generaal Sutomo opruiende radiotoespraken hield die mede tot de massamoorden leidden. Waarschijnlijk verwarde onze moeder in haar herinnering de schreeuwende Sukarno met de tot moord oproepende generaal Sutomo op radio Pemberontak en de eveneens haatzaaiende uitzendingen van Surabaya Sue, een half Schotse, half Amerikaanse activiste die uit overtuiging meedeed aan de bloedige Indonesische revolutie. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Sutomo vroeg voor elke executie aan het publiek wat er met de Mousou van het volk gedaan moest worden. Bunuh werd er dan geschreeuwd. De beul Roestam trad hierop naar voren om met één houw van zijn zwaard het hoofd van het slachtoffer te scheiden. Waarna de ongelukkige verder aan de bloeddorst van Indonesische jongens van 10, 11 en 12 jaar werd overgeleverd. Een mengeling van etnisch geweld, politiek geweld en plunderingen opgehitst via de radio. 15 oktober 1945 was het bloedige maandag in Surabaya. De Republikeinse Pemuda's voerden een pogrom uit op vooral Nederlanders en Indo's, waarvan er 200 à 250 werden vermoord. En 28 oktober 1945 wordt op het internet de bloednacht van Surabaya genoemd. Toen werden 150 vluchtende Nederlandse vrouwen en kinderen afgeslacht,
tijdens een aanval van Pemuda's op het Gubeng transport. Ik heb de film Hotel Rwanda gezien, over hoe twee etnische groepen in het Afrikaanse land Rwanda, de Hutus en de Tutsis, tegen elkaar werden opgejut door radio-uitzendingen. Met kapmessen en alle mogelijke wapens vielen voormalige buren elkaar aan. Mannen, vrouwen en kinderen werden uitgemoord. Bij die film moest ik ook al aan onze familie denken. Daddy, there are soldiers on the street. They're killing everyone. It's a massacre. When a country descended into madness. They're killing Tutsi children to wipe out the next generation. No! And the world turned its back. How can they not intervene? Hundreds of thousands are dying. We have been abandoned. There will be no rescue. We can only save ourselves. En ik heb twee films gezien over anti-Joods geweld vlak na de oorlog. De Wit-Russische film From Hell to Hell en de Poolse film Poklossi of Aftermath. Overlevende en bevrijde Joden keerden terug naar hun oude woonplaats en werden daar door de Poolse bevolking en militia aangevallen, mishandeld, meerdere verkracht en meerdere doodgeslagen, verbrand, levend begraven. Op YouTube zijn er gruwelijke documentaire beelden van. Ellende op ellende tot het bittere einde. Dat is wat onze vermoorde familie ook had meegemaakt. Om alle informatie te kunnen verwerken, ga ik buiten een wandeling maken. Ik eindig op het terras van een café waar onze vader vroeger altijd heen ging, toen hij nog leefde. Opeens lopen er tranen over mijn wangen. Onze vermoorde familie had de oorlog meegemaakt en overleefd. Ze waren amper bevrijd uit de Jappenkampen, amper hersteld van hun verzwakking en vitaminetekorten. Net als onze ouders moeten ze getraumatiseerd zijn geweest. Frederik Kretsen, de schoonzoon van mijn oud-oom en tante, had PTSS. Net als onze ooms was hij in het Mariahuis vreselijk gemarteld. Ron Genen schreef dat hij naar de buren schreeuwde en overal op zat te schelden. Mijn oud-tante had waarschijnlijk gehoord dat haar oudere zus, onze oma Christina, was bezweken in het kamp en dat haar neefjes door de Japanners waren vermoord. Maar onze oma stierf tenminste nog met haar dochters om haar heen. En zij wist niet dat 5 van haar zonen door geweld waren omgekomen. Mijn oud-tante moest op 18 november 1945 meemaken hoe haar kinderen en kleinkinderen, haar man en zijzelf werden afgeslacht door de Pemuda's en Rampokkers, door nationalisten en door rovers. Het was een geslaagde etnische afrekening en een mislukte overval. Mijn familie en andere slachtoffers waren zondebokken. Op het internet is een discussie gaande over de vraag of de Bessiab-massamoorden genocide kunnen worden genoemd of niet. Genocide, wat is de definiëring van dat woord? Volkerenmoord. Het waren in elk geval pogroms, etnische moordpartijen in een situatie van totale wanorde en machtsvacuüm die leidde tot een nationale bloedige zuivering. The Purge, zoals de titel van een populaire horrorfilm luidt. Historicus Loer de Jong, voormalig directeur van het NIOT, gebruikte zelf de term rassenvervolgingen voor de daden van de Indonesiërs. De Amerikaanse historicus en Indonesië-expert William Fredericks noemt het allemaal bij elkaar wel een volkerenmoord. Hij schreef een artikel over zijn onderzoek in het Journal of Genocide Research. In een interview met het blad Trouw verwijt hij de Nederlandse autoriteiten postkoloniaal geheugenverlies. Hij zegt ook geen land te kennen dat de moord op zoveel medeburgers zo gelaten heeft geaccepteerd en vervolgens is vergeten. Ik bespeur nog steeds de tendens bij zowel niet-Indonesiërs als Indonesiërs om die revolutie als min of meer onschuldig en, althans op wereldschaal, als niet zo gewelddadig te beschouwen. Volgens hem ligt de weerstand op diplomatiek terrein. De Australische historicus Robert Grip heeft het over een brief genocide, een kortdurende volkerenmoord. In een latere aflevering zullen we op de wel of niet genocide kwestie terugkomen. De weblog Java Post bekritiseert het aantal slachtoffers van de etnische zuiveringen van 1945-46. De documentaire Archief van Tranen noemt 20.000 doden, een getal van historicus Herman Bussemaker. In Bussemakers boek staat, ik citeer,
Schattingen lopen uiteen van 3500 en 20.000 burgerdoden aan Nederlandse kant. Ik ben geneigd om uit te gaan van het hoogste aantal, zeker als men het door honger en uitputting voortijdig overlijden van een aantal Nederlandse ouderen en kinderen in de zogenaamde Bersiab-kampen in aanmerking neemt. Het merendeel van de Nederlandse burgers is echter omgekomen bij ontvoeringen en moordpartijen zoals in dit boek beschreven, met een piek in de periode oktober-november 1945. Bussemaker noemt hier niet eens de Molukse, Chinese en Indonesische slachtoffers van de Pemuda's. Want dan stijgen de aantallen van maximaal 20.000 naar maximaal 35.000. Ik herinner mij wat Bo Keller heeft gezegd. Dat ze tijdens de Bersiab vrijwel geen eten konden of mochten kopen van de Indonesiërs. Ik heb het dan over de Indiërs en de Nederlanders. In Bussemakers boek staat verder, ik citeer: de bekende Amerikaanse journaliste Martha Gellhorn bezocht het interneringskamp in Solo in 1946 en was ontzet over wat zij daar aantrof. Dat was dus zo'n Republikeins Bersiab-kamp. Verder noemt de Bussemaker 14.000 ontvoerden en vermisten. Volgens hem vonden die misdaden vooral plaats in de stadskampongs. Ik citeer: doden of vermisten kunnen niet claimen, schrijft hij. Ik las ergens anders dat de verminkte lijken werden begraven, in putten gegooid of domweg in de rivier werden gesmeten. Op de Waalsdorper vlakte in Nederland werden mensen door de nazi's vermoord en anoniem en met ongebluste kalk begraven, opdat zij nooit gevonden zouden worden. Zo hebben de Pemuda's ook hun misdaden begraven. Wie komt er voor de slachtoffers op? Onze oudste zus, geboren in 1941, heeft Sukarno op de radio horen schreeuwen. Dat er inderdaad een opstand was van de Pemuda's en dat Sukarno constant voor de radio stond te schreeuwen en haat ging kweken. Hè, door te zeggen, de Nederlanders, dat was natuurlijk ook wel zo, de Nederlanders hebben ons misbruikt en zijn onze vijand en... Die moesten eruit gejaagd worden. En, maar toen had ik denk ik ook niet eens het besef dat... Ja, we waren ook Nederlanders, maar... En de Nederlanders, ja, dat waren de blanken volgens mij. Ik denk dat vooral aanhangers als Sutomo en Surabaya Sue de haat tegen Nederlanders, Indo's, Chinezen en Molukkers hebben aangezwengeld. Dit leidde tot de pogroms. Extreem gewelddadige buitensporigheden jegens bepaalde bevolkingsgroepen. De Japanners, die zichzelf een superieur ras vonden, koloniseerden de Aziatische wereld. Net zoals de Duitsers tussen 1939 en 1945 dat in Europa en in delen van Afrika en Azië deden. Met wie de Japanners overigens samenwerkten. In China pleegden de Japanners de meest wrede wandaden. Zowel onschuldige Chinezen als soldaten werden als oefenpop gebruikt voor trainingen met bajonetten. In Nanking werden 300.000 burgers vermoord en een ontelbaar aantal vrouwen verkracht. Slachtoffers van beide groepen overlappen elkaar. Japan, ook wel Nippon genoemd, bereidde Indonesië voor op de revolutie tegen Nederlanders. Jonge Indonesiërs werden door Nipponse militairen, de Bersiab-jappen, hoorde ik iemand zeggen, getraind in het vechten met bamboesperen en bajonetten. Sukarno ging akkoord met het sturen van Romusha's, oorspronkelijk Indonesische vrijwilligers in de oorlog, die eindigden als feitelijke slaven voor de Japanners. Waarschijnlijk een 500.000 Romusha's zijn gestorven, gekrepeerd, hebben zich letterlijk dood moeten werken voor Japan. Was dat ook voor de goede zaak? Voor de onafhankelijkheid? Net als de Bersiab
die onder Europeanen, Chinezen en Molukkers bij elkaar tot een geschat aantal van boven de 20 tot 35.000 slachtoffers zorgde. In het Nederland van na 1950 was amper tot geen interesse voor verhalen over de oorlogen in Azië. Wij hebben hier genoeg meegemaakt, was een vaste reactie. Wij hadden hier de hongerwinter en jullie hadden het daar toch lekker warm? En anno 2021 weten de meeste Nederlanders nog bitter weinig over wat er allemaal in de voormalige Nederlandse kolonie is gebeurd. Van de Persiap heeft vrijwel niemand ooit gehoord. Wie is Sultan Sharier? Sultan Sharier in 1945 over de invloed van het Japans fascisme op de Indonesische jeugd. Fragmenten uit Sultan Sharier's Onze Strijd, geschreven in oktober 1945, 2 maanden na de proclamatie van Sukarno en Hatta. In Nederlands door Vrij Nederland uitgegeven in 1946. Sultan Sharier was de eerste premier van de Revolutionaire Republiek. Gedurende de 3,5 jaar Japanse overheersing werden de pijlers waarop onze dorpsgemeenschappen rusten uit hun voegen gerukt en ondermijnd door dwangmaatregelen, door het wegvoeren van de dorpelingen als dwangarbeiders ver van hun woonplaats, romusha's, of voor het verrichten van militaire diensten door verplichte oogstleveringen of het gedwongen verbouwen van bepaalde gewassen, alles met een grenzeloze willekeur. Hetzelfde beeld vertoont de bevolking in de steden, die door de onzekerheid van haar toestand eveneens in onrust geraakte. Duizenden die voor de komst der Japanners als arbeiders een bestaan vonden, verloren hun bron van inkomsten. Tienduizenden dorpelingen zochten hun toevlucht in de steden, om zich zodoende te onttrekken aan de op het platteland heersende willekeur en honger. Terwijl bovendien de tienduizenden ontvluchte romusha's, heiho's en dwangarbeiders het aantal inwoners zonder vaste bron van inkomsten nog kwamen vergroten. Dit alles was oorzaak van een steeds groeiende onrust in de steden, die tenslotte in een opstand zou uitbarsten, die het Japan zeer moeilijk zou maken. Nadat Japan instortte en zich voorbereidde op de overgave waardoor zijn regeringsgezag verzwakte, werd het gevaar van een uitbarsting van al deze opgehoopte krachten nog veel groter. Ten einde dit gevaar af te wenden, bezigde Japan verscheidene afleidende manoeuvres. Zo trachtte het onder andere deze ontevredenheid op andere bevolkingsgroepen af te reageren. De steeds groeiende haat tegen de Japanners probeerden zij in andere banen te leiden en te richten tegen de blanken, de Tionghoanezen, Chinezen, tegen de bestuursambtenaren enzovoorts. En het valt niet te ontkennen dat deze Japanse propaganda en agitatie tenslotte hun invloed niet misten en resultaat afwierpen. Toen de haat van ons volk tegen Japan algemeen werd en er hier en daar onlusten uitbraken, misbruikte het onze nationale gevoelens om daardoor onze afschuw van de Japanners af te leiden. De jeugd werd in de Ankatan Muda, jonge lichting, ondergebracht om de nationalistische agitatie te intensiveren, opdat men het dreigende sociale gevaar kon afwenden. Over het algemeen kwamen de geheime Japanse organisaties, zoals de Zwarte Draak, de Zwarte Waaier en andere door de Japanse vijfde kolonne geschapen instellingen, als de Kempeitai, militaire politie, de Kaigun, marine enzovoorts, tegemoet aan het streven van onze jeugd. Geheel onbewust werd die echter door Japan beïnvloed en deed zij in haar wijze van optreden en zelfs in haar wijze van denken de Japanners vaak na. Haar geestdrift uitte zich vooral als haat tegen vreemde volkeren en wel voornamelijk tegen die volkeren die door Japan als vijanden werden voorgesteld. De geallieerden, de Nederlanders, de Indo-Europeanen die toch een deel van ons volk zijn, Ambonezen en Menadonezen, beiden eveneens tot ons eigen volk behorend, de Tionghoanezen en de bestuursambtenaren. Het was eenvoudig de bedoeling de gehele wereld te haten, zolang die haat maar niet gericht was tegen de Japanners. Zo was de toestand voordat Indonesië Merdeka een feit werd. Dit waren de brokstukken
waarmee wij het Huis van het Vrije Indonesië moesten opbouwen. Op het moment waarop de Vrije Indonesische Staat werd gericht, was de leiding bijna geheel in handen van gewezen helpers en ambtenaren van Japan. Dit vormde een beletsel om onze maatschappij te zuiveren van de Japanse ziekte die voor onze jeugd een levensgevaar betekende. De politieke opvoeding, die tijdens de Nederlandse overheersing al zozeer bemoeilijkt werd, ontbrak geheel en al tijdens de Japanse bezetting. De jeugd werd uitsluitend opgevoed om bevelen te ontvangen, te buigen en te verafgoden, zoals de Japanner buigt voor zijn keizer en deze verafgoot. Elke ontevredenheidsuiting in onze maatschappij werd door de jeugd in de richting geleid van haat tegen de vreemdelingen die in ons land verblijf houden. Begonnen bij exercities met speren, is dit nu al uitgegroeid tot moord en roofpartijen en allerlei handelingen die door de bril van onze maatschappelijke strijd bezien waardeloos of zelfs reactionair zijn, zoals elke fascistische daad reactionair is. De vertraagde komst van de geallieerde strijdkrachten ter vervanging van het Japanse leger, dat niet langer wilde regeren, bood de Indonesische Republikeinse regering een goede gelegenheid de macht van de republiek te vestigen. Nochtans werd dit niet naar behoren gedaan. Onder deze omstandigheden kon de nationalistische agitatie vormen aannemen die door degene die haar hadden ontketend niet gewenst of beheerst werden. Moordaanslagen op vreemdelingen, berovingen, bewezen de innerlijke zwakte van de Indonesische Republikeinse regering, die zich nog niet kon laten gelden als een gezag. Onze jeugd had niet geleerd hoe men leiding moet geven. Daar zij deze bekwaamheid miste, geschieden propaganda en agitatie dan ook op de manier die zij van de Japanners hadden gezien en geleerd. Dus fascistisch. Deze mentaliteit van onze jeugd is zeer te betreuren. Haar enige houvast is vaak de leuze, vrijheid of dood. De buitenwereld had vanaf het begin alle sympathie voor onze vrijheidsstrijd. Doch door het steeds toenemen van gebeurtenissen, waaruit de verwarring onder ons volk bleek en die moeilijk als uiting van onze vrijheidsstrijd kunnen worden geaccepteerd, zoals het moorden en roven, kan de publieke mening in de buitenwereld zich wijzigen, zoals de laatste tijd wel is gebleken. Al deze tekenen van verwarring in ons land zullen niet alleen de kapitalistische wereld, doch in het algemeen gesproken ook de internationale arbeidersklasse verontrusten. De arbeidersklasse staat wantrouwend tegenover de tekenen van fascistische wreedheid, op dit moment over de gehele wereld al zo berucht. Terwijl zij de moordaanslagen op vreemdelingen ook bezwaarlijk kan aanvaarden en des te minder nog de moordaanslagen en wreedheden bedreven tegenover Indo's, Ambonezen en Menadonezen, die immers tot ons eigen volk behoren. Door het bepalen van de omvang van onze strijd blijkt nu dat onze revolutie geleid moet worden door revolutionaire, democratische groeperingen en niet door nationalistische groepen die zich eens hebben laten gebruiken als de knechten van het fascisme, hetzij van het Nederlands koloniale, dan wel van het Japans militaire fascisme. Een maatschappij die op een krachtige, gezonde democratie is gebaseerd, kan dit alles met gemak verdragen zonder dat dit aanleiding behoeft te geven tot haatgevoelens jegens bepaalde bevolkingsgroepen op grond van nationaliteitsgevoelens, zoals thans nog het geval is. De haat tegen minderheden en vreemdelingen vormt een verborgen factor in elke nationalistische strijd en komt des te eerder tot uiting wanneer deze minderheden en vertegenwoordigers van andere volkeren blijkbaar een geprivilegieerde positie aannemen. Elke nationale beweging echter, die zich door vreemdelingenhaat laat meeslepen en bedwelmen, en daaruit haar krachten wil putten, zal tenslotte de gehele wereld en de gehele mensheid tegenover zich vinden. Wanneer tenslotte deze bekrompen gevoelens, die ons tot onze daden en gedragingen aandrijven, zijn verdwenen, zullen ons ook de ogen opengaan voor het onbeschaafde in onze geschiedenis. Dan zullen wij duidelijk het verschil zien tussen vaderlandsliefde en de haat tegen vreemdelingen en minderheden in ons land, die zich door de historische ontwikkeling van ons onderscheiden en zich van ons afzonderen op grond van de andere samenstelling van hun bloed.
Onze familie kreeg in 1959 en 1960 opnieuw te maken met pemuda's en hun bamboesperen. Maar dat bespreken we in aflevering 5. In aflevering 3 volgt een reconstructie door Lotus en Richard van het Bloedbad. Helter Skelter!